gedraag je? Moet ik me gedragen? Ja. Maar je het zo leuk! Je hebt er zo zin in! Power. Nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zit bij Mark in de auto en wij gaan naar een filmpremière. En dat gaat heel erg vet worden. Er komen een paar bekende BN'ers zoals Ruben van der Meer, Najib Amali. Juist. Die en Arie Boomans of zo. Ja, Boomsma, dacht ik. Ja, Boomsma of zo. Ik weet niet precies. Ik ook niet. Maar ik heb helemaal niet zo heel veel bekende Nederlanders. Omdat ik me daar helemaal niet in verdiep of zo. Dus, ja. Nee, ik ook niet. Ik kreeg een hele lijst met allemaal BN'ers die kwamen. En toen dacht ik echt van, oh, ik ken er maar eentje van. En toen later kreeg ik te horen dat er nog twee kwamen die ik kende. Maar het gaat vast heel erg gezellig worden. En wat heel erg schattig is dat Mark, die is gisteravond naar een Turkse bruiloft geweest. En er was een heel erg lief meisje. En Mark stuurde ook een foto. En dat meisje die had een roos in de hand. En die zei, wil je deze aan Enzo geven, Mark? Want ik ben zijn grootste fan. Toen heeft Mark me nog meegenomen ook. En heb ik hem hier nu. Dus meisje, als jij deze vlog kijkt. Echt heel erg bedankt. Super lief van je. En tof dat je al mijn video's kijkt. En weet je wat heel erg gaaf is? Die doorn, zeg maar, die erop zitten. Die puntjes. Daar haal ik even eentje van af. No way, je gaat me niet pijn doen ermee. Nee, ik ga je daar niet pijn mee doen. Maar weet je wat ik altijd deed op de basisschool? Dan haalde ik deze eraf. Ging dat blikken. En deed ik die zo op mijn neus. En dan blijft hij als het goed is zitten. Zie je? Ik ben een neushoorn. Oh, nu valt hij eraf. Ik ben een neushoorn. Maar dat deed ik eerder altijd wel. Deden jullie dat ook of ben ik de enige? Ik heb geen idee. Wij gaan ervoor door, anders komen wij te laat. En dat kan je natuurlijk niet maken. Dus let's fucking go. We hebben een uurtje gereden. En hier staan we dan. Hartje Amsterdam. Op een hele mooie brug. Met allemaal toeristen. En er komt daar ook weer een bootje aan met allemaal toeristen. Want ja, Amsterdam is natuurlijk ook heel erg mooi. Oh, en ik zie daar een woonboot. Kijk, zou je dat vet lijken, hè? Op een woonboot wonen? Nee, maar zo kut. Het lijkt me ook heel apart. Heb je daar... In één keer begint het te stormen en rol je van je bed af. Dat zou... Oh ja, de tram. Oh my god, ik heb nog nooit een tram gezien. Wow, en een meneer in pak heb ik ook nog nooit gezien. Nee, ik weet niet. Ik zie nu zo vaak trams, want dat heb je in het noorden niet. En in Hilversum heb je geloof ik ook geen tram. Nee. Dus ja, het is wel bijzonder dat je dan even een tram ziet. Hey, maar, voor sommige kijkers zal het wel iets normaals zijn wat ze elke dag zien. Maar dat maakt niet uit. Maar in Gemert hadden ze wel een tram vroeger, hè? In Gemert? Ja, ik zie het. Ik zie het, hebben ze een tram gehad. Dat is het meest achterliggende dorp wat er is en heb je een tram gehad? Maar vroeger was dat echt groot, hè? Heb je dat kasteel nooit gezien? Heeft het dikke kasteel zo terwijl ze daar een tram? Hé, ik heb een leuke opdracht voor jou. Spring jij van de brug af op de boot? Oké, doe maar. Maar dit is echt zo'n typisch toeristenbootje. En dan kan je lekker wat eten en wat drinken. En oh, leuk hoor, gezellig. Ja, anyways, wij gaan er vandoor. We moeten nog 10 minuutjes lopen. En dan zijn we er. Dus let's go. Dit is jouw maat. Heel leuk en zo. Dit is jouw maat, Mark. Ja, dit is jouw maat. We gaan ze eens passen, Mark. Nou. Meneer Enzo Klompvoet. Ik ben boerhems en ik hou van disco. Het is niet te geloof, maar het is zo. Oh, dit is zo leuk. En we zijn er nog ineens. Dames en heren, we zijn aangekomen op de kunstmarkt. En hier op de kunstmarkt, ja, je hoort het eigenlijk al, is heel veel kunst te vinden. En zo zie je hier een paar familieleden van Mark staan. Die gewoon een hele heftige strijd hebben gehad. Maar deze meneer vertelt het wel even verder met zijn vlaggetje. Wow. Wauw. Mag ik ook even... Ik weet het heel vet, hè. Wow. Als mensen daar gaan doen, ga ik heel awkward dat mag je staan, weet je, om je hand aanraken, ja? Altijd leuk om een beetje te horen met toeresten hier zo. Ze vinden het meestal vinden ze het toch maar grappig. Zo, ook meteen met je op de foto, maar dat is altijd. Als je ze trolt, dan hebben ze meteen het verhaaltje voor thuis, ja. Ja, precies. Met die gast hebben wij gekloot. Of die gast heeft ons gekloot, zeg maar. Ik snap niet dat je daar trots op kan zijn, maar blijkbaar vinden we het leuk. Ja, daarom. Het is alleen maar grappig. Maar oké, wij gaan hier van de kunstmarkt af en dan gaan we door. Want anders dan komen we wel te laat. Nou, hier is het, dames en heren. Mooie ballonnetjes, een bewaker, een rode loper. Mensen gaan op de foto, geen idee wie het is. Maar oké, hartstikke leuk. Het ziet er wel super vet uit, hè, het gebouw. Ja, ik ben er al vaker geweest. Maar jij bent er vaker geweest? Ja, mijn broer die doet de filmwereld. Oh, zijn broer zit in de filmwereld. Maar
ik ben hier nog nooit geweest. En ik zit zo te kijken naar dat gebouw. En denk van, oh, het ziet er wel mooi uit hoor. Het lijkt net een soort Efteling pretpark dit. Ja, vind je? Hey Colin! Hey Edwin! Jij ook hier! Hey! Hey, ik zal meteen te zaken komen. Oké. Okay. Ik heb voor jou een hele mooie. Pam! Hey, weet je wat dit is? Ja, ik had het al vaak genoeg verteld als je de Microsoft niet kijkt, maar mijn camera is kapot. En zo. Geen probleem man, I got your back. En nu heeft hij gewoon een camera voor mij gefixt. Yeah, dat is mijn oude vlogcamera. Het is niet dat ik even een nieuwe heb. Ja, hij is goed beschadigd. Maar dat is mijn oude vlogcamera, die heb ik nog steeds gewoon bewaard. En hij doet het gewoon nog prima, is perfect. Dus kan je even lekker vloggen. Heb je ook een SD-kaartje erin? Nee, er zit geen SD-kaartje in. Die heb je zelf toch? Kut! Heb je die niet? Nee. Echt niet? Echt dom, hè? Oh my god. Heb je die niet eruit gehaald toen je hem liet maken? Jawel, maar ik dacht er niet aan. Ik dacht van ja, ik heb geen camera, dus waarom moet ik met een SD-kaartje? Als er nou een tram aankomt, zijn we fucked eigenlijk hier, hè? Hebben ze bij de HEMA SD-kaartjes? Nee, natuurlijk niet. Nou, volgens mij wel. Ze hebben ook USB's, dus waarom niet? Kom, ga naar de HEMA. Oh my god. Dit zit toch nog heel druk. Nu moeten we serieus gaan zoeken voor een SD-kaartje, want Colin heeft hij niet. En anders kan hij niet vloggen hier zo. Oh my god. Ja, in ieder geval, wij gaan dus op pad. Ja, oké. We zijn er. Ah, kut! Fuck! We wilden ons verstoppen, maar mislukt. We staan dus in de rij. En ik heb even aan Colin gevraagd of hij de kaartjes bij zich heeft. Maar die heb je bij, hè? Hier. Oh, gelukkig. En het is wel grappig, want dit is zeg maar de rode loper. Oh my god, dit is het al. En wij staan er gewoon op. Wauw. En het is wel heel erg gaaf, want ik kom hier een echte bokstrol tegen. Oh, hey, grote vriend. Oh, mooie tanden heb je. Oh, volgens mij is het echt zo warm. Hè? Volgens mij is het heel warm, ja. Mag ik een high five? Yeah! Ik heb mijn eigen kaartje, vlogger Enzo Knol. Ik heb ook een eigen kaartje. Dankjewel mevrouw. High five. We zijn allemaal vandaag heel erg vrolijk. Yeah, we hebben er zin in. Goed geregeld, hè? Oh, goed geregeld, Colin. Ik heb ook een. Maar ik heb deze camera. Nee, joh, die sukkel vergeet zijn SD-kaartje. Gedraag je. Moet ik me gedragen? Ja. Maar je het zo leuk. Je hebt er zo zin in. Oh, mag ik mijn kaartje, eigen kaartje? Oh, mag ik de alle kaartjes geven? Oh, ik mag alle kaartjes geven. Oh, oh. Oh, de kaartjes. Ik ga ze overhandigen. Oh, halleluja, halleluja. Alsjeblieft. Alles mag gelijk recht door. Mag ik ook een ballon mee? Nee? Ah, jammer. Kom okay. Oh yeah. Oh, deze ballon. Oké, okay, let's have some fun, guys. Wow, wat een mooi plafond hebben ze hier. Het is helemaal groen. En ballonnen. Geen ballonnen. Oh, en ballonnen. Ja, ballonnen mag je niet vergeten. En ik heb zojuist echt een hele vriendelijke, enthousiaste, mooie, leuke foto gemaakt. Achter dit decoortje, zeg maar. En die gaan jullie nu zien. Mag ik van jou alsjeblieft een pakje dubbel drank? Dubbel drank. Dankjewel. Mag ik ook een koekje pakken? Zeker. Ja, we mogen koekjes. Een brownie. Oh. Als ik me niet in mijn vinger bijt. Hans, ik heb ook liever een brownie, denk ik. Oh, Mark. Als je iets hebt gepakt, mag je niet meer terugleggen. Dat weet je. Ik mag alles, dat weet je ook. Zo asociaal is dit. Oh, grapje. Oh, we nemen een... Oh. Oh, lekker. Oh. Ik heb gehoord dat we ook 3D-brillen moeten gaan regelen. Dus laten we die even gaan scoren. Je hebt hem al voor mij gepakt. Dit is bijna limbo in dit. Oh my god. Oh, dikke tricks hier zo. Oh, dit is de bril. Yeah. Ik krijg er zo'n zin in. Yo, high five man. High five. High five. Yeah. Hey. High five. High five, high five! Tuurlijk. De toiletten. Als je daarheen gaat, de tweede deur links. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Wel, daar is het echt, hè? Is het serieus daar? Toiletten, heren. Oh, ik zei maar gewoon wat. Maar niet de tweede... Oh, niet zie die vrouw gaat erachteraan. Die gaat zeggen dat het niet zo is. Ik heb graag... Ik zei nog zo gedraagje. Oh, sorry, maar ik kon het niet laten. Ik kon het echt niet laten. Hey, hallo. Oh, willen jullie dat vragen? Ja. Nee. Tuurlijk. Is het goed opgelost? Ja hoor. Oké, laten we op de foto gaan. Yeah. Hebben jullie er zin in trouwens? Oh, ja. Oké, hebben jullie al 3D-brillen? Ja. Oh, nice. Dames en heren, aanschouw
de zaal. Pam, 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 pam. Ik denk, je vindt het koekje belangrijker dan de zaal, maar... Nee, dat niet. Maar wij gaan even op zoek naar Colin. Oh, wat veel mensen hier zo. Oh, wat spannend. Dit is zo... Wow, kijk hoe mooi dit is. Wow. Het is echt groot hier. Hey, hallo. Wow. Colin. Ik was je al kwijt, lieve schat. Goodiebags. Goodiebags? Oh my god. Ik heb gezien dat er zak chips in zit. Zak chips? Altijd goed. Altijd goed. Oh yeah. Ik heb mijn eigen tasje gekregen. Yeah. Weet je wat eigenlijk de bedoeling was met die brownie, Mark? Dat als de film begint, dat je geniet van een lekkere brownie. En lekker wat drinken. What the fuck? Duur op een op. Er zit gewoon hagelslag in. In de goodiebag zit hagelslag. What the fuck? En een pakje drinken? What the fuck? Maar nogmaals, het ziet hier echt heel erg mooi uit. En kijk ook op het plafond. Het is gewoon magisch. Wow. Oh my god. 3, 2, 1. Wow. Joe. Dit is net echt. Holy shit. Colin, je hebt drie... Dit ziet er wel raar uit op die glazen. Je hebt drie hoofden. Colin. Moet je nou eens op je telefoon kijken, dat ziet er uit. Op mijn telefoon kijken? Ik ga op mijn telefoon kijken. Wat gebeurt er op mijn telefoon? Wow, ik kreeg een melding. Gijs' container moet buiten gezet worden. Serieus. Ik heb wekkers gezet dat ik de grijze container en de groene container en de blauwe papiercontainer buiten moet zetten. Want anders vergeet ik dat en dan worden onze containers overvol. Is dat van Assen of? Nee, dat is van Hilversum. Oh, dus we zijn fucked. Ja, we zijn de hele dag niet thuis allebei niet. En we moeten de grijze container buiten zetten. Want morgenochtend om 7:30 of zo wordt je opgehaald. De buren. Nee. Ja, maar we hebben geen telefoonnummer van de buren. Nee. Dus, nou ja, anyway, we gaan genieten van de film. Oh, zo dames en heren, eindelijk weer daglicht. Vond je het leuk? Ja? Meisje die schudt heel schattig, ja. Maar oké, ja, hier zijn we. De film is afgelopen. Kloppen! En het was wel een hele leuke ervaring, het was wel grappig. Ik heb nog nooit een film in 3D gezien, dus dat was wel tof. Verder is de film eigenlijk gewoon bedoeld voor kinderen en niet voor mij. Soms heb je wel films dat je heel veel ouderlijke humor erin hebt. Maar ik heb eigenlijk geen één keer gelachen. Dus het is echt een film voor... Heb je niet gelachen? Nee, ik heb geen één keer gelachen. Het is echt meer voor kleine kinderen. Wat wil je daarmee zeggen? Colin, je bent gewoon een klein kind. Maar het was wel een leuke ervaring. En daar gaat het om, hè? Dat je dit soort dingen... Ik was verder nog nooit om een première geweest. Dus het is wel lachen om even mee te maken hoe het allemaal gaat. Even rondkijken en zo. Maar nu gaan wij maar even ergens gezellig wat zitten en wat drinken en wat eten. We zitten hier heerlijk even gezellig bij een restaurantje. We hebben al wat drinken besteld. En dan straks krijgen we het eten. En we gaan gewoon midden op de dag gaan we heerlijke spaghetti eten. Ja, ik heb pennen. Wat zei je? Ik heb pennen. Oh, jij hebt pennen. En jij hebt? Tagliatelle. Tagliatelle. Het is moeilijk uitspreken. Tagliatelle. Ja, ik kan het ook. Ja. Tagliatelle. Hij kan het wel. Ik kan tagliatelle. Oh, fantastisch. Oké. Ja, jullie zullen het zo wel zien. Dames en heren, de tagliatella. En dit is de penne. Maar ik kan het niet meer schrijven. En dit is de... Bolognese. Nee, man. Wel, maat. Dit is geen bolognese. Maat. Wat dan? Nee, maat. Nee, dit is spaghetti con bacon. Nee, hij denkt dat ik grap. Dit is spaghetti con bacon. Dat is serieus, joh. Het lijkt precies hetzelfde. Ja, kijk. Dit is... Nee, jongen. Alleen van hem is niet aangebracht. Nee, dit is spaghetti con bacon. Oké, lekker. Ja, dat is serieus, hoor. Ik maak echt geen grap. Spaghetti con bacon. Bacon. Ik denk dat het grap. Wil je wedden? Kom wedden. Pak jij zo'n nieuw kaart. Ik haal die vrouw wedden, maar... Ik haal die vrouw. Oké, nee, nee. Ga ik niet grap. Ik haal die vrouw wedden. Is dit spaghetti con bacon? Ja. Ik dacht dat het bolognese was. Ja, nee, dank u wel, dat was het. Jullie hebben het gehoord. Je hebt het gehoord, hè? Spaghetti con bacon, wij gaan eten. Eet smaak. We hebben heerlijk gegeten. Super. En nu ga ik Colin tot ziens wensen. Maar we zien elkaar snel weer, want Colin die komt een keertje bij me langs. En gaan we samen even wat video's opnemen. Ik wil je heel erg bedanken voor de invite. En hallo. Eet ook nog niet. Ja man. Yo. High five. En eet smakelijk. Thanks. En wij spreken elkaar snel weer. Wij gaan elkaar snel. Inderdaad. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja man. Hey, hallo. Hallo. Ja man.
Hallo. Hey. Ook high five? Ja, man. Nice. Als een baas, man. Hey, ik spreek jou. Yes. Voor de derde keer. En thanks voor de camera. Die ga ik misbruiken. Alles gebruikt. Zie jij, hè? Okay. Zie je over. Lieve pat. Wilde! Niet je helemaal, man. Als je een handtekening erop zet. Hey, we zien de vlogs van jou vanzelf weer online. Ja, helaas niet deze, want jullie weten wat is gebeurd. Ja, SD-kaartje had er niet bij zich. Maar komt helemaal goed. Yes. Later. Doei, Jamie. Doei. Inderdaad. Ten eerste, waar hebben we de auto geparkeerd? En ten tweede, het is hier zo bizar warm dat we allebei al wat we erover aan hadden gewoon uit hebben gedaan. Want niet normaal. En nu de auto zoeken. Dat is gewoon een opdracht dit. Zoek de auto van Mark. Vanochtend was het nog heel rustig, maar nu is het echt een wow. We waren een van de weinigen die de auto had neergezet. Maar je hebt ook speciale letters, hè? Alleen denk je dat Mark en ik daarover nadenken? Nee, dat doen wij niet. We zijn een beetje stom, we zijn een beetje dom. A few moments later. Oh, eindelijk. We hebben de hele parkeerplaats gehad. Maar hier staat het schatje dan. We gaan er vandoor. Yes. Let's go home. Ja, laat even zien dat het van ons is. Oh yeah. Deetje is er weer. Yay. Hey, wat heb jij vandaag gedaan toen ik weg was? Nieuwe trui gekocht. Oh, en heb jij die toevallig aan? Ja. Oh, en ik vind hem heel erg mooi. Dus dat is echt een soort herfstkleur, hè? Oh, niet meer aanrijden. Oh, sorry. Oh. Ja, dat is nogal gevaarlijk als ik aan het vlog. Zo, het is cool. Dat is wel mooi zo. Oh, mooi. Ja, hij zit ook heel lekker. Daar heeft ze al van alles over verteld, over hoe lekker hij zit en hoe mooi ze hem vindt. En ik vind hem ook heel erg mooi. Dus dat is mooi meegenomen. Mooi. De dag vandaag is ook heel erg mooi, want de zon schijnt. Het is een hele mooie dag. Ja, la 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 la. Een hele mooie dag. La 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 la. Nou, dat dus. Wij genieten ervan. Wow. Kom op, D. Hup. Knol. Yeah, knol. Power. D is weer aan het oefenen voor het EK roeien. En dan moet ze weer in vorm komen. Daar is ze nu voor aan het oefenen. Ik zak alleen van het stoeltje af. Kom op, Dea. Wat is dat voor amateurgedrag? Kom op, je moet weer op topniveau komen. Roei! En roei! En dat is 1 snoepje. En dat is 2. En dat is, kom op, 3 snoepjes. 4. Weet je hoeveel pijn het doet? Want mijn voeten passen niet hierin. En dan snij je het zo in het ijzer. Ja, normaal is natuurlijk professionele dingen ervoor. Normaal hebben we daar echt allemaal schoentjes en hele speciale dingen. Maar nu gaat het gewoon niet, want je moet gewoon roeien met de riemen die je hebt. Ja, inderdaad. Een hele goeie. En Quinn die gaat weer bodybuilding doen. Dus pak de stang maar. Kom op. Knolpower geef ik jou ook. En kom op, Quinn. 1. En 2. En 3. En hou hem vast nu. 4. Hou hem vast. Hou hem vast. Helemaal omhoog. Hou hem vast. En dan gaan we heel even kijken naar wat voor mooi nieuw blouseje je aan hebt. Staat je goed? Ja, Quinn heeft een nieuw blouseje. En ik zei al meteen tegen hem van zo, je mag hem loslaten. Oké. Okay. Nee, maar het staat hem heel erg goed. En dus zijn we allebei nieuwe kleren. Quinn en, want daar heb je van je neefje gekregen, toch? Mm-hmm. Dikke shout-out naar? Bart. Yeah. Streep, dank je. Jij, dikke shout-out naar je eigen centjes. Naar de centjes van opa en oma. Oh, van opa en oma. Oh, van mijn opa en oma? Ja. Ja, want het was wel grappig, want mijn oma die ging allemaal envelopjes uitdelen aan iedereen. En er zat er allemaal een klein beetje geld in voor. Ja, daar heb ik een nieuwe trui van gekocht. Ja, dus mijn opa en oma zijn super lief. Soms kunnen we geen eens de laatste stukje van het vlogstukje kunnen we geen eens normaal afmaken. We moeten altijd... Skimmen. Wij zijn eventjes op de computer wat foto's aan het bekijken van wintersports. Want die heeft het sinds dat het is geregend, of heeft geregend, is ze alleen maar aan het praten over wintersport en nog eens wintersport. Want ze wil heel graag dat ik meega op wintersport. En dan wordt het ook echt, als ik meega, wordt het ook echt mijn allereerste keer dat ik ooit op wintersport ga. Dat lijkt me wel heel erg tof hoor, om op wintersport te gaan. Echt heel erg tof. Als ik de hele tijd over hoor praten, over hoe leuk het allemaal is. En ze heeft super veel foto's. Hoe lang zitten we hier al? Een uur of zo? Ja. Zitten we allemaal foto's te kijken van alle jaren geleden dat hun op wintersport zijn geweest. En het is echt super gaaf. Prachtig uitzicht. En
een hele mooie graaf vastgelegd. Yeah! Ik ben heel erg benieuwd of jullie ooit op wintersport zijn geweest. Want de meesten die gaan volgens mij alleen maar op zomervakantie. En voor de rest niet op wintersport. Maar er zullen vast ook wel mensen zijn die op wintersport gaan. En zo ja, wat is dan het allerleukste aan wintersport? Is dat het uitzicht? Of is dat echt het skiën of snowboarden? Is dat gezelligheid? De sfeer? Of help wat is het mij Enzo overtuigen! Ja, dat ik daarheen ga. Van, wat zou de reden moeten zijn dat ik daarheen ga? Wat is daar allemaal zo leuk aan? Om met mij te zijn. Oh. Wat is er allemaal zo leuk aan? Laat het weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. En ja, alweer een gaaf. Jeetje. Ik ben ook best wel moe, hè? Dus wij gaan straks ook lekker naar bedje toe. En dan gaan we nog even heerlijk relaxen. En dan gaan we de hele avond in bed liggen, tv kijken of misschien een filmpje kijken. En dan gaan we chillen. Ja, je weet dat dat er heel verkeerd uitzag op filmen. Sorry. I'm just saying. Maar ik kijk jullie zo weer. Gaat het goed, camera? Gaat het goed? Ja? Oké. Okay. Zo, dames en heren, ik heb mijn tandjes gepoetst en that's it. Dan is de dag voorbij voor mij. Dat is altijd eigenlijk het laatste wat ik doe. Ja, altijd nog even checken, even nachecken of ik wel naar de wc moet of niet. En als ik twijfel, dan ga ik alsnog naar de wc en dan uiteindelijk blijkt het toch dat je naar de wc moet. Want het is zo vervelend dat als jij net in bed ligt, je opeens zo'n gevoel hebt van oh fuck, ik moet plassen. Maar... En dan wil je natuurlijk je bed niet uit, want je ligt net lekker warm en dan is het zo koud als je eruit gaat en... Jullie snappen het vast allemaal. Jullie herkennen dat vast allemaal wel. Maar ja, ik ga heerlijk slapen. Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag. Of hopelijk hebben jullie een toffe dag achter de rug. Doe dan nog even een blauw duimpje omhoog. Dames en heren, hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om... Inderdaad, 4 uur. Bedankt voor het kijken nogmaals. En zoals ik bijna altijd zeg, dikke, vette, peace. Knol Power.